En dat ettert dat dan maar voort. Alsof het eindeloos door kan etteren. Hè? Idem dito dito. Nou, waar je ook kijkt, zie je een soort wonderlijke, machteloze incompetentie van het Nederlandse overheidsapparaat. Wat toch traditioneel een hele goede reputatie had. Raar, 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 hoe zou dat komen? Het Verlossen, kunt u mij horen? Maar die airco's schijnen toch niet heel goed te zijn voor het milieu? Nee, die airco's zijn niet goed voor het milieu. Maar ja, dan is de vraag, hoe wil je dat een bejaarde man in zijn studeerkamer werkt bij een temperatuur van 35 graden Celsius? Dat vindt hij niet zo fijn. Dan zal die mensen soms zeggen, ja, waarom had hij dan niet beneden zitten? Want het scheelt bij ons wel degelijk. Het is beneden een stuk koeler dan boven. Ja, boven heb je die in die koekoek. Die zon die straalt regelrecht in. Het is hier op het zuidwesten. Ja, dus ik heb airco. En dat is gewoon zo'n apparaatje, waar heb je dat gekocht? God, ik weet niet. Het is een vrij fors apparaat van Italiaanse makelij. En dat heb ik gekocht, echt meer dan 20 jaar geleden. Oké. Okay. En dan staat hij gewoon in jouw kamer met een stekker? Ja, en als het, zou ik zeggen, in principe zo tegen de 30 graden begint te lopen in mijn studeerkamer, zet ik dat ding aan. Die staat op 25, dus dan koelt hij het af tot 25 graden. Nou, daar kan ik goed bij werken, dat is geen probleem. Maar ja, dat is betrekkelijk zelden, dat zoals nu, dat het zo snel oploopt ook. Ja, en maar daar zit ook zo'n slang aan. Ja, daar zit zo'n slang aan en die leg je dus door je. Door het raam naar buiten en dan doe je er een leuk kartonnetje naast, waardoor het niet al te veel lekkage van waar koude lucht optreedt. En nou, het werkt uitstekend. Maar je hebt zo'n klapraam of heb je een, hoe gaat schuifraam. Het? Schuifraam. Oh, een schuifraam. Ik heb al eens eerder gezegd, neem nooit aluminium schuiframen. Ja, zie ervan af. Neem doodgewone, ouderwetse, leuke, goed sluitende houten ramen. Ja. In houtraamkozijnen. Maar dan gaat die slang dus naar buiten toe. Dan zet je het kartonnetje er tegenaan dat er geen warmte naar binnen komt. Zo is het. En dat werkt goed? Prima. Oh ja? Oké. Okay. Er zal een lichte lekkage optreden, maar ja, je moet niet al te neurotisch worden. En de hele kamer wordt koeler? Zeker, ja. Oh, dat is wel echt een goed apparaat dan. Want normaal zeggen ze, je moet het helemaal installeren en dan moet je zo'n bak aan je muur monteren. Ja, kan twee van die geweldige dingen. Van die Mitsubishi-apparatuur kan ik achter het huis op zo'n platje, kun je dat op een platje opstellen. Dan kun je het hele huis koelen, maar is nergens voor nodig. Die heb je ook? Nee, die heb ik niet. Oh, oké. Die is nergens voor nodig. Dan moet je dus een uitgebreide, het gehele huis omvattende koelinstallatie in laten installeren. Maar zolang dat niet noodzakelijk is. Ja. Merk je nu iets van de airco? Dat die aanstaat? Ja, dat kun je goed merken. Ja, oké, dat is goed. Je hand naar buiten steekt. Hè? Ja. Nou, mag ik een eitje bakken? Is het ook niet ergens in jou dat je nu een beetje geniet dat die mensen niet op vakantie kunnen? Want je ageert altijd tegen op vakantie gaan. Ja, dat is wat anders. Dat is een puur ideologisch cultureel punt. Vakantie is een ziekte. Vakantie is een besmettelijke ziekte, zo zie ik het. Je moet met vakantie. Je zegt van, hoezo ga je helemaal niet met vakantie? Nou, ik heb dan het zo georganiseerd dat ik naar Texel ga. Ik ga in augustus ook weer naar Texel. Ja. Ja, ik ga 3 weken naar Amerika, maar dat is voor het werk, zal ik nou maar even zeggen. Voor werk vind ik wat anders. Ik ga 2 weken naar Texel, inderdaad, maar dat doe ik al sinds dat ik 10 jaar oud ben. Dus ik heb wel het gevoel dat het een beetje home from home is, zoals dat heet. Hè? En dat is het binnenland in principe. Dus, het is Nederlands, ze spreken de Nederlands, dus dat vind ik dat... Ook als al die mensen nou zeggen, nou we blijven gewoon thuis, we gaan een dag naar Haarlem, we gaan dit doen en we gaan dat doen. Maar waarom je in godsnaam naar de zuidkust van Turkije wil, hè, waar het, hè, we zitten nu in het autootje, hè, en de airco moet aan omdat het de tropische temperaturen zijn buiten. En het gekke van de Nederlanders is, waar ze over klagen, zie je dan steen en benen over de tropische temperaturen. En vervolgens gaan ze in een vliegtuig zitten en vliegen naar Antalya om daar 2 weken te genieten van tropische temperaturen. Dat is een beetje raar toch? Nou, dan zit je wel aan de kust. Dan heb je een lekker briesje s'avonds. Nou, dat is bij die Middellandse Zee vaak. S'avonds steekt er dan nog wel een windje op. Ik ben er ook wel eens geweest, zo is het niet. Ja, ik vond er toevallig geen reet aan. Maar goed, dat is nou weer wat dan. Nee, ik zou zeggen, kijk eens of je ook op de vakantie
waarom ook alsmaar verder en verder weg? He, dat is toch ook een beetje raar, vind ik zelf. Nou, is voor de ontwikkeling van de mens, zeggen ze dan. Hè? Leer je andere culturen kennen. En je leert helemaal geen andere culturen kennen, gaat toch weg. En ze gaan in Griekenland toch ook aan een eettafeltje zitten. En dan bestel je met enige moeite een paar Griekse gerechten. Maar je spreekt toch geen Grieks? Je hebt toch geen idee van het leven van die dorpsbewoners daar? 0,0. Dat is echt allemaal volstrekte onzin. Hè? Ik zweer het je. En even naar de Gili-eilanden. Ja, ja, als je er 14 dagen naar Parijs gaat, die spreekt nauwelijks Frans. Ik bedoel, het is toch toerisme. Je bekijkt een wereld vanaf de buitenkant. Hè? Het heeft niets te maken met een reëel dagelijks bestaan. Sterker nog, als je reëel dagelijks bestaan zou aanhouden in Parijs, niet waar, of je moet verdomd veel geld verdienen, dan is het ongetwijfeld en makkelijk. Dan zou je zien dat het leven daar helemaal geen haar beter is dan in Utrecht. Integendeel, ik vermoed dat het hier beter is dan het in Parijs is, voor vele Parijzenaars. Ja. Ja, maar er zijn natuurlijk veel Nederlanders gestrest en die willen toch even weg uit de waan van de dag. Ja, en vooral als je dus gestrest bent, dan moet je dus nog, ga je extra stressen op Schiphol. En stressen op zo'n afschuwelijke luchthaven waar je aankomt. En dan moet je stressen of je het hotelbusje kunt vinden. En in het hotel heb je de verkeerde kamer, want je zit aan de achterkant, zodat je alleen die dorre bergen ziet daar. Nee, we hadden stressen. Als er nou iets is om te ontstressen, is dat je gewoon 14 dagen lekker thuis blijft. Ja. Niet naar je werk gaat. Dus zet uw telefoon uit. Wat dacht u daarvan? Zet uw telefoon uit. Ook niet naar al die podcasts luisteren. Daar word je ook gestrest van, toch? Nog een mopper in die podcast. Je hebt in de Maarten gezegd dat als je je tegel achter je tuin optilt, dat je dan al een soort van vakantie hebt. Ja, dat ging natuurlijk om de wonderlijke diersoorten die je dan kunt zien als je weer in Turkije bent of in Nepal of waar ze ook maar heen gaan. Ja, dat is natuurlijk gewoon kletskoek, want ze gaan helemaal niet kijken naar die beesten daar. Ik weet niet waarom ze daarheen gaan. Ik begrijp er altijd heel erg weinig van. Ik begrijp nog wel iets van mensen die leuk gaan wandelen ergens in West-Europa. Dat kan ik nog wel. Het is nou dit de conditie er niet meer voor heb, maar daar heb ik wel begrip voor. Maar ze gaan helemaal niet naar beesten kijken. Nogmaals, er komen in Nederland geloof ik 31 verschillende soorten pissebedden voor. Dus waarom is een pissebed minder interessant dan een berggeit in Nepal? Dat begrijp ik niet. Het is allemaal klets. Die hele vakantieindustrie is kletskoekerij. Ik denk dat jij IJsland nog wel interessant vindt. Nou ja, daar zou je heen kunnen gaan omdat het een wonderbaarlijk eiland is, nietwaar? Waar precies de continentale breuk precies dwars erheen loopt. Dat is allemaal heel interessant. Maar ten aanzien van vrijwel al dit soort van dingen denk ik altijd, ik heb het gezien op het scherm. Het was hartstikke mooi, schitterend landschap. Je hebt, op die streamingsdienst heb je bijvoorbeeld een ontzettend aardig programma over de Andes. Nou, echt van het puntje in het zuiden tot die splitsing van de Andes daar in het noorden. Ja, moet je er dan nog heen? Voor mij hoeft dat niet zo. Maar misschien wil je eventjes boven die Gullfoss waterval staan. Nee, eigenlijk ook niet. Nee hoor. Ik weet niet, de laatste waterval die ik gezien heb, dat weet ik ook al niet meer. Die bij Schaffhausen, denk ik, toen ik een jongetje was. Ja, toen ik in Zwitserland was. Nee, ik heb het, maar goed, ik heb nooit erg. Want dat is natuurlijk een van de allergekste dingen. Als je een tevreden dagelijks leven leidt. Hè, je kunt er goed mee uit de bocht. Je hebt je ontspanning. Hè. Weet ik hoe je die zoekt. Je kunt een eindje gaan wandelen. Hè. Je kunt zelfs desnoods een stapje in de auto. En ga je bij Radio Kootwijk een eindje wandelen. Dus een half uurtje rijden. Nee, dat is. Waarom zou je dan? Dan kom je Jan de Hoop tegen, hè? Die woont daar. Jan de Hoop woont in Radio Kootwijk. Ja, die heeft daar een heel groot huis, ja. In Radio Kootwijk. Ja. Oh, dat is die arme man die dan ineens die vliegtuigen boven zijn hoofd krijgt. Dat zou goed kunnen zijn. Weet ik niet, is dat daar zo, ja? Nou ja, hoe heet het, dat vliegveld in Lelystad, het is geblokkeerd. Oh ja. Ligt voor 200 miljoen investeringen, we hebben niks mee gebeurd. Ja. Maar vind je het wel goed dat... Dat is een wonderlijke ontwikkeling. Dat die Dick Benschop nu heeft gezegd, een paar weken van tevoren, we moeten schrappen, vind je dat goed? Want hij had het natuurlijk ook toch op uit kunnen laten komen. Ja. Hij had het op totale chaos aan kunnen laten komen. En nu heeft hij gekozen voor iets minder chaos, toch? Ja, ja. 14.000 vluchten. Kijk, ze zeggen, als je dan toch zo nodig vliegen moet, vliegen uit Zaventem.
Daar schijnt het ook een chaos te zijn. Oh, daar is het ook een chaos. Het schijnt in heel Europa... Het is overal chaos. Ja, want overal hebben ze natuurlijk mensen eruit gegooid. Oké, dat is interessant om te horen. Want je hebt in Duitsland, wat ik aan luchthavens heb gezien... Nou, voor München ook nogal een rommeltje. Bij de grote luchthavens, we zijn ooit in Nuremberg geland en daar waren wij... Volgens mij het enige of vliegtuig wat die dag geland was in Nuremberg. Of één van twee, zoiets dergelijks. Ja, maar dat was wel ergens in de COVID-tijd, moet ik bekennen. Dat zijn van die luchthavens waar ze blij zijn als die überhaupt passagiers komen. Ja, ze waren, dat was duidelijk. Het hele personeel was uitgerukt. Dat er tenminste één vliegtuig geland was die dag. Want nou, daar blijf ik bij. Dat het natuurlijk heel gek is dat Nederland is een heel klein land. Wat in Europa excentrisch gelegen is. Niet waar? En het heeft de drukste luchthaven van Europa. Dat is toch raar, of niet? Nou, dat gaan we hebben we doen. Gewoon zelf georganiseerd. Dat hebben we gewild. We hebben de fietspomp erop gezet. Er moesten 500.000 vluchten komen. Per jaar. Nou ja, en nu zitten we met de gebakken peren. Ja. We zijn de COVID terug. We blijken het personeel niet te hebben om 500.000 vluchten per jaar af te handelen. Ja, maar dat zijn er nu geen 500.000 meer. En COVID is teruggezakt naar 200.000. En nu zitten we volgens mij bij ergens rond de 400.000. Dus nou, laten we het daar dan op bevriezen. Want dan zijn we sowieso al 100.000 vluchten kwijt. 500.000 vliegbewegingen. Is dat niet eigenaardig voor een... Kijk, Frankfurt, daar begrijp je nog iets van. Parijs, idem dito, hè? En Heathrow ook wel gezien, ook de aard van de agglomeratie. Ik bedoel, Londen is een stad die vier keer zo groot is als de provincie Utrecht. Dus daar heb ik begrip voor. Maar waarom Schiphol? Nou, Amsterdam is in feite toch, ja, staat internationaal, wordt dat als interessant gezien. Maar het is in feite mondiaal gezien een provinciestad. Een soort dorp. Ja. Ja, mensen komen er toch van heel ver vandaan. Het toerisme is wel op het oude niveau in Amsterdam. Ja, ook dat hebben ze zelf aangejaagd, zoals je weet. Ja. Ja. Eigen schuld, dikke bult. Ja, nou weten ze niet hoe ze er vanaf moeten komen. Ja. Vooral dat hebben voor die toeristen natuurlijk geen zak opleveren. Het zijn vaak hele jonge mensen die een wietsigaretje komen roken en een beetje rond kunnen komen lummelen, net als in Berlijn. Ja, naar de Wallen, hè? Nou ja, dat is ook dan kijkspul. 14.000 passagiers moeten er worden afgewezen tussen 7 en 31 juli. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik moet ergens begin juli moet ik naar de Verenigde Staten. Of in ieder geval naar Canada en de Verenigde Staten. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. Ja. Nou. Ik hoop dat ik een VIP-treatment krijg. Ja. Maar er was nog iemand van KLM die had gereageerd. Jij had de eerste klas gezegd, maar dat bestaat niet meer. Dat is nu de business class en economy class. Oh, nou ja, dan noem ik het business class. Vind ik ook goed. Ja. Ja. Ik zag het gewoon als de trein, eerste klas en tweede klas. Ja. Even kijken, dan hebben we Trump natuurlijk. We hebben weer wat gehoord deze week. Amerika zat voor de buis, begreep ik. Afgelopen maandag vooral, vanwege alles wat daar over die kapitoolbestorming naar buiten kwam. Ja. Pence. Nou, Amerika zat voor de buis. Amerika heeft 330 miljoen inwoners en er keken 20 miljoen mensen. Daar waren ze geloof ik heel tevreden over, maar... Als we nou even de percentages gaan uitrekenen, dan vallen we daar niet van ondersteboven. Hè? Als je denkt wat er in Nederland kijkt naar Boer zoekt vrouw of naar heel Holland bakt, dat zijn heel andere percentages. Of naar de slimste. Of naar de slimste mens, maar goed, dat is volkomen terecht natuurlijk dat mensen daar naar kijken. Wanneer begint het weer? Ik denk de eerste werkdag van de maand juli, denk ik. Oké. Het is juli en augustus en dan natuurlijk de werkdagen. Dus zaterdag en zondag is het niet. Nee, oké. Okay. Spannend. Dan kunnen we weer mee gaan doen. Heb jij opvallende dingen gehoord in die verhoren? Nee, dat was al sowieso. Kijk, men is het er breed over eens dat het precies zo is gegaan als we allemaal gedacht hadden. Namelijk dat deze zaak in feite door Trump geantameerd is, aangeblazen. En tot op zekere hoogte ook georganiseerd en gestimuleerd. Dat hij natuurlijk zijn vicepresident enorm onder druk gezet heeft om die verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Dat is namelijk de constitutionele taak van de vicepresident als voorzitter van de Senaat. Was hij dat op dat moment? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar goed, dat is zijn taak. Dat heeft hij geweigerd. Onder andere omdat zijn chef-medewerker heeft gezegd van luister eens even. Hey, let op hè. Daar gaat het karretje weer. Ja, ik zet even het ding weer aan. Moet ik de telefoon weer van de dingen afhalen. Sorry, ga door. Ja, dat is de chef, de kabinet van Pence.
Die heeft gezegd van ja, dat is levensgevaarlijk, want dan, je overtreedt de wet. Dus daar krijg je de grootst mogelijke problemen mee. Nou ja, toen was de stemming van de bestormers was Heng en Mike Pence. Ik begreep dat ze dichtbij waren gekomen. Maar... Ze hadden de gordijnen dicht gedaan, zodat ze hem niet konden zien. Ja, het is een troeve vertoning. Als je bedenkt, maar nogmaals om het nou even af te maken. Men was het er breed over eens dat het geweldig gepresenteerd werd. En dat ook die dochter van Cheney het geweldig gedaan had. Die was ook heel helder en scherp. Ja, ik heb alleen een paar korte stukjes van de video gezien zoals de New York Times die presenteerde. Om nou uitgebreid die dingen te gaan bekijken, daar voelde ik niet zo ver. Je weet hoe het zit. Ik bedoel, het is niks nieuws onder de zon. Trump is een politieke misdadiger. Dat wisten we allemaal. Het droevigst van alles is natuurlijk dat het niets gaat helpen. Dat zijn aanhang nog steeds ervan overtuigd is dat het een big steal is. En dat we een goede kans, gereden kans lopen om deze politieke misdadiger niet waar in het Witte Huis te krijgen. Vanaf januari 25. Denk het je in. Hè? Het is Orbán, die behaalt ook allemaal grote verkiezingsoverwinningen. Ja. Nou groot, dat valt geloof ik nogal mee. Ja, nogmaals, ik heb dat al vaker gezegd. En men vindt dat nooit leuk. Dat we dit type van ellende, dat we daarmee zitten. Hebben we in laatste instantie altijd te danken aan. Dubbele punt. De kiezers. Hè? Dat Trump nou toevallig de verkiezing van 2016 verloren had in elk normaal land. Dat komt er dan in Amerika nog eens bij. Dat de verliezer in feite gewonnen had. Dat is natuurlijk heel gek. Zeg maar ronduit volkomen idioot. Maar goed, zo is het. Maar uiteindelijk is het werk van de kiezers. De kiezers hadden na de campagne van 2016 prima kunnen weten wat voor vlees ze in het geval van Trump in de Kuip hadden. Ja. Prima. Dat is helemaal niet onbekend. Net zo goed als de mensen die in Nederland stemmen voor rare partijen met rechtsextremistische denkbeelden prima weten waar ze aan toe zijn. Het is niet zo dat ze achterlijk zijn of zo en niet weten wat voor partijen het feitelijk zijn. Nee. Het gaat hier met name nu om een telefoontje wat Trump zou hebben gehad met Pence voor de bestorming, waarin hij hem nog een keer gevraagd heeft om in de... Nogmaals, in essentie weten we wat er gebeurd is. Namelijk, dit was een wonderbaarlijk vooral in de zin dat de organisatoren van deze mislukte staatsgreep, zoals je het langzamerhand wel kunt noemen, eigenlijk een stel ongelooflijke klunzen waren. Dat ze gedacht hebben dat het zou lukken. Dat ze überhaupt het zouden moeten ondernemen, dat Trump is bij herhaling, dat bleek nu ook alweer weer, gewaarschuwd dat hij bezig was om iets te doen wat helemaal niet mag. En wat crimineel is. Wat hij gewoon bezig was om de wet te overtreden als zittende president. Maar ja, nogmaals, wat moeten we er verder van zeggen? Zullen de kiezers dit zien als een reden om niet op hem te stemmen? Nee, integendeel. Een groot deel van de Republikeinen is er vast van overtuigd dat hij gelijk heeft. In zijn eigen omgeving blijkt nu, heeft Jan en alle man die niet helemaal knettergek was gezegd, joh, je hebt verloren. Je hebt de verkiezingen verloren. Nee, hij vond van niet zijn eigen dochter. Ja, wat is de opstelling van die eigen dochter? Hoe zit die hierin? Nou ja, die heeft een beetje beteuterd gezegd dat ze eigenlijk wel geloofde wat Barr zei. Barr was de minister van Justitie. Ja, en die zei, ja, je kunt een lange kort lullen, maar je gewoon verloren. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat er fraude op grote schaal gepleegd is. Was er ook niet. Nee, nee. En Trump heeft nu wel het leven van Pence in een gevaar gebracht, hè, wordt gezegd. Ja, god. Trump heeft zoveel gedaan wat niet deugt, dat je kunt wel aan de gang blijven. Ja, want dan hoort, het is ook een fijne grote productie van anti-Trump boeken, maar ja, dat helpt ook niet veel. Omdat als je goed kunt lezen en als je een boek over politiek kunt en wil lezen, dat betekent sowieso al dat je nooit op Trump gaat stemmen. Nee, nee. En vind je nou dat Pence, want die op zich heeft hij het wel goed gedaan op dat moment, Pence toch? Heeft gedaan wat hij moest doen. Ja, ja. Gewaarschuwd door zijn chef de kabinet, zoals ik al zei. Maar je moet je hier niet om de tuin laten luiden door Trump. Hmm. Want dan ben je dus strafrechtelijk, sta je verkeerd. Hmm.
Precies. Die zal wel de komende periode uitgespeeld zijn, Pence. Die zal niet terugkeren. Nou, ik geloof dat hij zelf ook ambities heeft om zich te kandideren. Dus wie weet hoe dat gaat aflopen. Oké, dus dat zou een concurrent worden. Hoe meer kandidaten zou ik zeggen in 2024 aan de Republikeinse kant, hoe beter. Want dan is er misschien een kleine kans dat op enige wijze Trump afgebrand wordt. Ja, wel een teken aan de wand is dat Tom Rice in de voorverkiezingen het niet heeft gehaald. Die was voor het afzetten van Trump, heeft hij gestemd. Ja, die beelden zijn vrij wisselend. In sommige plekken hebben lui gewonnen die geen echte Trump-supporters zijn. En op andere plekken was het niet zo. Dus daar valt weinig verstandig van te zeggen, volgens mij. Oké, dus dat is niet het feit dat nu iemand die hem niet heeft gesteund niet wint? Nee, want dat... dan moet je in Amerika moet je altijd kijken naar de lokale omstandigheden. Okay. Ja. Statelijk, als het om senatoren gaat en qua district. Kijk, dat hele districtenstelsel is al een volkomen chaotische janboel georganiseerd door gekken. Nou, dat we zeggen, hele handige, intelligente gekken. Ja. Er zijn hele computerprogramma's om districten zo te organiseren dat het zo ondemocratisch mogelijk is, laten we het zo formuleren. Ja. Maar kan er hier nu uit die verhoren, kan er nog iets komen waardoor Trump geblokkeerd wordt in zijn strijd richting de volgende presidentsverkiezingen? Ik kan me niet voorstellen, omdat je natuurlijk met het probleem zit dat aanstaande november de Republikeinen waarschijnlijk de macht overnemen, zowel in de Senaat als in het Huis. Dat ziet er niet goed uit, laten we het maar zo zeggen. Dat komt natuurlijk ook door de inflatie en ja, mensen toch teleurgesteld zijn. Het zag er geweldig uit even en toen ging van alles nog wat mis. Toen hoorde nog in de Oekraïne, de inflatie, niet waar, de verstoring van de wereldeconomie op een aantal terreinen. Dus nee, ik denk dat dat slecht zal aflopen en dan wordt de zaak gewoon stilgezet. Heel simpel. Ja. En Trump... Wij moeten daar niet opgewekt over zijn. Nee, Trump houdt zich stil, hè? Als de wereld naar de malle galabiezen gaat, niet dat ik dat maar 1, 2, 3 denk, maar voor zover dat mogelijk is, zal het, en zeker in het Westen, het gevolg zijn van het optreden van de kiezers. Ja. Ja. Al zal natuurlijk het verstandige deel van de kiezers zeggen van ja, we hebben geen invloed op die maloten die op Trump stemmen. Nou ja, het probleem is dat als die maloten die op Trump willen stemmen, dat die in het Amerikaanse systeem de grootste samenhangende groep van kiezers zijn. Dus als daar nog aan de rand nog wat traditionele republikeinen bij komen, is dat je in dat halfgare systeem, niet waar, van het electoraal college, een prima kans hebt dat je wint. Ook als je verliest. Ja, we hebben dat bij Biden toch ook al uitgelegd. Biden heeft een hele ruime overwinning behaald als je het getalsmatig bekijkt. Maar als je kijkt naar de uitslagen via het electoraal college, dan zou een betrekkelijk kleine verschuiving in een paar staten, Trump de overwinning, dat wil zeggen, had hij ook een nederlaag geleden, maar had hij gewonnen in het electoraal college. Ja. Ja, maar jij kunt zeggen, het is de schuld van de kiezers en het is natuurlijk zo. Al zal het grote verstandige deel zeggen van ja, maar wat moeten wij dan doen om die... Ja, dat is ongetwijfeld juist. Die 15% kun je niet beïnvloeden. Dan in Amerika het constitutionele systeem moeten veranderen. Ja. En dat gaan ze niet veranderen, omdat er natuurlijk een blokkerende minderheid van republikeinen is die dat niet wil veranderen. Ja. Dat is natuurlijk op tal van terreinen is dat het geval, dat er blokkerende minderheden zitten die alle voordeel hebben bij de huidige situatie. Denk aan de Veiligheidsraad. Er zitten twee landen in die er niks te zoeken hebben in de huidige wereldconstellatie Engeland en Frankrijk. Ja. Dat zijn in feite betrekkelijk kleine, middengrote Europese naties die ooit natuurlijk onder geweldige fanfare delen van de wereld veroverd hebben. Maar ja, dat is al lang geleden allemaal. Ja. Maar kun je die 15% waar jij het steeds over hebt, kun je die beïnvloeden? Kun je die zeg maar... Nou, in Amerika is het geen 15%. In Amerika is het toch wel, ik denk, 30, 35 tegen de 40%. Ja. Nou, dat is aanzienlijk. Dat is aanzienlijk. Dan komt dat twee. Kijk, bij ons zijn de gekken nog verdeeld over een relatief groot aantal betrekkelijk kleine partijen. Maar in Amerika zijn de gekken geconcentreerd in één van beide partijen. Ja, dus daardoor is de invloed van de gekken navenant groter. Ja, maar kun je daar iets mee? Bovendien speelt in Amerika altijd natuurlijk de rassenkwestie een rol. Die speelt in de Nederlandse politiek eigenlijk niet zo'n geweldige rol. Asielzoekers, ja. Oh, is weer zo'n punt. De totale chaos in asielzoekerscentra voor de zoveelste keer. Doen ze dat nou gewoon expres, die chaos? Wordt het georganiseerd om asielzoekers af te schrikken of zo? Het is toch beschamend, die troep. Dat ik elke dag in de krant lees als 50 mensen op een stoel hebben geslapen al.
kan ik vrij redelijk dut in mijn bureaustoel, moet ik zeggen. Maar wat is dit nou toch, waar je ook kijkt in Nederland, waar de NRC over schreef, die ruzie tussen de NAM en de overheid, waardoor er in Groningen geen kloot gebeurt. Had die NAM dan gewoon uitgeschakeld, apart gezet, weet ik wat je ermee doet als overheid, maar zegt, we hebben het wel gezien. Het is genoeg geweest nu, jullie sabotagepolitiek. Ja, de NAM zegt natuurlijk, het is de overheid die de fouten maakt. Maar goed, dat et dat dan maar voort. Alsof het eindeloos door kan etteren. Hè? Idem dito die toet. Nou, waar je ook kijkt, zie je een soort wonderlijke, machteloze incompetentie van het Nederlandse overheidsapparaat. Wat toch traditioneel een hele goede reputatie had. Raar, 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 hoe zou dat komen? Hè? Ja, dat weten wij allemaal heel goed hoe dat komt. Sinds we dus een kleine, slagvaardige, relatief zo goedkoop mogelijke overheid moesten hebben. Overal aan het reorganiseren zijn gegaan. Overal enorme bezuinigingen hebben er doorheen hebben gejast. Hè? Hoe was het ook weer om klaar te zijn voor de 21ste eeuw? Allemaal wezenloze retoriek, niet waar we aan. Waar dan natuurlijk die coalitieregeringen het hun aan hebben bijgedragen. Het is, je wordt er wel somber van. Raar, 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 hoe zou dat komen? Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.